Luchtdichtheid van een kanalennet. Ook een belangrijk gegeven. Het is belangrijk dat de lucht dat we in dat kanalennet gaan blazen, dat die ook op de juiste plaatsen eruit komt, dat we die niet kwijtspelen onderweg. Dus daar is dan die luchtdichtheid. Die is onderverdeeld in 4 klasses. De klasse A, B, C en D. Verwar dat niet met de ventilatiesystemen. A, B, C en D heeft daar niks mee te maken. Dat is een andere norm hier. Dat toegestaan lekverlies is gerelateerd aan een drukverschil. Dat is hier het drukverschil dat we hebben tussen de binnenzijde van het kanaal en de buitenomgeving. En het toegestaande lekverlies in liter per seconde per vierkante meter. Dat betekent dat we eigenlijk bij een bepaald drukverschil dat we hebben, x aantal liter per seconde per vierkante meter kanaaloppervlakte mogen gaan verliezen om tot een bepaalde klasse te horen. Nu, het aantal vierkante meter, dat is echt de buitenschil van uw kanalen. Dat is echt de buitenmantel. De 4 klasses, ook een beetje verwarrend. De A is het slechtst. Normaal als je een A-attest hebt, heb je goed gescoord. Hier is het ook een beetje omgekeerd. Een D is eigenlijk het best. Bij een klasse A, bij 400 pascal drukverschil, mag je 1,32 liter per seconde per vierkante meter gaan verliezen. Bij een B 0,44, 0,15, 0,05. We zien dat dat telkens een factor 3 is, dat dat kleiner is. Nu dat is berekend met die formule, dat is een vaste factor, maal eigenlijk het drukverschil tot de macht 0,65. Werkt niet gemakkelijk, grafiek is al iets makkelijker. Testen van de luchtdichtheid met de leakage tester kan dat gaan gebeuren. Wij garanderen met onze SafeClick een dichtheidsklasse C. De hulpstukken zijn voorzien van een rubberdichting, U-vormige rubberdichting die vastzit met een metalen spanband. Dat zorgt eigenlijk voor die perfecte afdichting tussen kanaalwand en hulpstuk. Dat zorgt voor die uitstekende luchtdichtheid. Wij halen in het labo of hier in een atelier gemeten op een hulpstuk, zeker in klasse D en eigenlijk nog lager. Wij als Lindab garanderen na uitvoering zeker een C. Dat is in Scandinavië zo, we hebben een kwaliteitslabel. Nu, hier staat er nu geen sticker op, maar daar zie je bijvoorbeeld zo'n stickertje. En dat is eigenlijk een kwaliteitslabel. Op al onze hulpstukken hangt er zo'n plakkertje. En in Scandinavië is het zo, een test moet niet meer gebeuren op het moment dat men ziet van kijk, het zijn hulpstukken van Lindab en het is een erkend Lindab-installateur. Dan zegt men van oké, die test, we doen het niet meer, klasse C. Dus dat is misschien een keer doorgeven te bekijken die aansluiting van die rubberdichting. Dat is een U-vormige rubber. Zit muurvast op dat hulpstuk. Nu, het belang van die luchtdichtheid. Als we dat een keer met een concreet voorbeeldje bekijken. Als we een woning hebben, luchtgebied 300 kubieke meter per uur. De oppervlakte van ons kanalen net 25 vierkante meter. Dat is die buitenomtrek van al die kanalen die daar liggen, 25 vierkante meter. We gaan ook niet kijken naar die 400 pascal. Die 400 pascal dat is eigenlijk de testdruk waarop men een installatie gaat gaan testen. De werkdruk zit meestal rond die 150 pascal. Als we dat dan zien uit de grafiek, met 150 pascal, 0,7 liter per seconde per vierkante meter, maal onze oppervlakte 25 vierkante meter, heeft 17,5 liter per seconde, is 63 kubieke meter per uur dat we verliezen van onze 300. 21% zijn we kwijt onderweg. Dat is een vijfde. Tegenover een B, 20, bijna 21, 7 of 2,7. Dat gaat van 1% tot 21%. Enorm verschil. Dus als we slechte luchtdichtheid hebben, kan men tot 1/5 van uw ventilatiedebiet gaan kwijtspelen onderweg. Dus moeilijkheden om die gewenste debieten ter hoogte van de ventielen te gaan behalen. Als u effectief... Want ook bij het inregelen van een installatie, wat is het eerste werk? Uw unit gaan instellen op het ontwerpdebiet. Hetgeen dat we daar hadden, onze 295 kubieke meter per uur uit onze Excel, 300 kubieke meter per uur. Men stelt dat toestel in op 300 kubieke meter per uur. Men gaat beginnen de ventielen afregelen, meten. En men gaat vaststellen van, tja, ik meet hier als ik alles samentel geen 295 of 300. Ja, hoe komt het? Ja, we zijn er 63 kwijt onderweg, hè. Dus dan gaat u uw unit moeten, ofwel als ze nog kunt, gaan optoeren dat die meer debiet blaast, dat die 360 blaast, om er eigenlijk nog 300 over te houden. Of als die dat niet kan,
ja, een grotere unit plaatsen die, ja, nog wat meer plaats neemt en ook nog wat duurder is. Dus heel belangrijk die luchtdichtheid van dat kanalennet. Dus de SafeClick, wat is daar specifiek aan? Een klassiek halva kanaal en een klassiek hulpstuk worden eigenlijk altijd geschroefd. Dus dat die mechanische verbinding door middel van een schroef is. Is noodzakelijk, ja, om te garanderen dat die, ja, dat die samen blijven. De klik is eigenlijk een inkeping die gemaakt wordt in de kanaalwand, zodanig dat dat hulpstuk gewoon klikt op het kanaal en zo mechanisch verbonden is. Wat is het grote voordeel? Geen doorboringen meer van schroeven. Want ja, dit is eigenlijk ook, ja, een obstructie in dat kanaal, een beetje vuilophoping. Als je reinigt, die borstelkom die doorgedraaid, ja, hapert soms achter die schroeven. De klik heeft daar eigenlijk ook nog voordelen bij, dat dat nog vlotter gaat, omdat je hier eigenlijk echt een, ja, vrije doorgang hebt in dat kanalennet. Voordelen van snelle montage, geen zaftappers of mastiek nodig. Ja, dat is ook zoiets, als, zelfs al is het de klik niet, op het moment dat er eigenlijk hulpstukken met rubberdichting gebruikt worden, is het aftapen van die hulpstukken is verloren werk. De dichtheid gebeurt aan de binnenzijde. Het aftapen gaat, ja, het zal, ja, weinig verschil maken eigenlijk op vlak van luchtdichtheid. Ook minder gereedschappen nodig om die te gaan monteren. Tijdens het gebruik van die installatie, ja, er is een betere luchtdichtheid. Doordat er eigenlijk geen haatjes meer zijn in die, ja, iedere schroef die je in een kanalennet draait is een mogelijk luchtlek. Minder scherpe punten in het kanaalwerk en nog makkelijker te reinigen.